Met deze 3 tips van Bas onderhandel jij als een echte expert. Ik heb nog nooit eigenlijk bedacht, ik wil het zo of zo doen. Maar wat ik wel altijd merk is dat ik het graag met respect voor de ander doe. Waardoor ik het belangrijk vind dat je elkaar even begrijpt. Dus voordat je gaat onderhandelen, dat je even benoemt waar je het over hebt. De verkopende partij vindt vaak hun lamp de meest fantastische ter wereld. Ik wil hem ook wel hebben, maar er is een hoekje van het kapje of er is een ding. En daarom ga je van mij niet dat bod krijgen, maar dat bod. Wat we voor de rest heel vaak tegenkomen is dat mensen al op internet gezocht hebben. En daar de meest fantastische prijzen gezien hebben. En zich niet beseffen hoe een prijs opgebouwd is. Dus als ze laten we zeggen, dit bureau zien met een bepaalde naam, dan kan je dat voor een groot bedrag zien staan op een online platform. Maar dat online platform, bijvoorbeeld, die vragen nog eens commissies. Dus er gaat nogal wat weg en dan moet de handelaar er nog wat aan verdienen. Dus als je zo'n bedrag als grondslag neemt, dan wordt een onderhandeling vaak best moeilijk. Voor de rest denk ik dat het in een onderhandeling belangrijk is dat je ook gewoon bereid moet zijn om eruit te stappen. Dat is denk ik de beste manier om je onderhandeling kracht bij te kunnen zetten. Ik vind het fijn als je elkaar even flink goed begrepen hebt op dat gebied. En dan hoop ik natuurlijk dat we een deal kunnen maken. Wil jij nou een echte expert in onderhandelen worden? Kijk dan nu Van Onschatbare Waarde op NPO Start.